Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom bij deze online informatiebijeenkomst over de aanleg van het warmtenet in Klapwijk. Fijn dat u de moeite heeft genomen om af te stemmen op ons. We hebben de afgelopen dagen al een aantal fysieke bijeenkomsten gehad. Maandag en dinsdag in het gemeentehuis, gisteren in de ontmoetingskerk. En nou, we hebben gemerkt dat er veel belangstelling is bij de bewoners van Klapwijk, want er gaat best wel wat gebeuren. En we willen u daarom ook zo optimaal mogelijk informeren over onze plannen. Mijn naam is Henk-Jan Witteveen en ik sta naast Gerben-Jan Vries van de gemeente Pijnacker-Noordhoop en Erik Schuurmans van HVC. En wij gaan u meenemen in een verhaal. Daarbij worden we nog ondersteund door Paul Leguit van de Toekomstgroep. De Toekomstgroep is de organisatie die de woningen in de woningen allerlei aanpassingen gaat doen. Maar ook Wopke van Os van Warm Klapwijk zal nog een verhaal gaan vertellen. Aan de hand van de volgende slides zullen we u meenemen. De agenda. Even voorafgaand. We schatten dat we ongeveer een half uur nodig hebben voor onze presentatie. En aansluitend heeft u nog ruim de tijd om vragen te stellen. Sterker nog, u kunt gedurende deze sessie vragen stellen onderin. Of in de rechts van uw scherm ziet u die. En die worden ook beantwoord. Maar na afloop van onze presentatie kunt u de vragen stellen die we dan plenair gaan beantwoorden. En we gaan ervan uit dat we om 8:30 wel zo'n beetje klaar zijn. Als er heel veel vragen zijn, wordt het iets langer. Als we eerder klaar zijn, zijn we weer klaar. Maar hou 8:30 even aan als richtlijn. Goed, de agenda. Na deze welkomstwoorden gaat Gerben-Jan iets vertellen over hoe de gemeente Pijnacker-Noordhoop in het verhaal zit. Die zijn al jaren bezig, dat heeft u ongetwijfeld gemerkt. Er is in de gemeenteraad het een en ander over dit initiatief besproken. Gerben-Jan zal de status daarvan vertellen. Aansluitend gaat Erik van HVC iets vertellen over wat is nou precies een warmtenet? Hoe werkt het? Wat zijn de voordelen? Wat zijn de nadelen? En dan sluit gaat Paul Leguit, die gaat in een filmpje iets vertellen over wat gebeurt er nu in en rond mijn woning. Want uiteindelijk, kijk, de straat gaat sowieso open, maar dat heeft alles te maken met de plannen om het klimaatbestendig te maken van de wijk. Maar daarnaast gaan we mee aanleggen in uw woning voor wat betreft warmtenet. En Paul gaat vertellen wat er vervolgens in uw woning gaat gebeuren. Aansluitend zal ik iets gaan vertellen over wat we noemen de campagne, want we kunnen dit niet alleen, sterker nog, 50% van de bewoners moet meedoen. En dat is dat is vooral omdat het een technische voorwaarde is. Onder die 50% is het gewoon technisch niet haalbaar om een warmtenet aan te leggen. Ik zal iets vertellen over het gebied, over het aanbod, over de planning en wat u van ons kan verwachten. U heeft al de krant ontvangen van ons waarschijnlijk. Mocht u onverhoopt niet hebben, laat het ons weten, want dan sturen we hem nog even de krant naartoe. Hierin staat heel veel informatie. Nadat ik dat verteld heb, ik zei het al, gaat Wopke van Os nog wat vertellen. En vervolgens nemen wij ruim de tijd om allerlei vragen te beantwoorden. Goed, Gerben-Jan, mag ik jou het woord geven? Zeker, ja. Dankjewel, Henk-Jan. Mijn naam is Gerben-Jan de Vries. Ik ben projectleider van de gemeente Pijnacker-Noordhoop van het project Klapwijk Aardgasvrij. Ik sta hier vandaag ook namens de wethouder. U ziet hem hier in beeld, Frank van Kuppenveld, onze wethouder die onder andere wonen en energie in zijn portefeuille heeft. En wij zijn vanuit de gemeente, werken wij onder andere heel hard aan de energietransitie en de transitie naar aardgasvrij. En dat doen we op verschillende manieren. En een van de plekken waar we dat doen is in Klapwijk. Klapwijk loopt natuurlijk een ander project vanuit de gemeente wat u vast kent. Namelijk klimaatbestendig Klapwijk, waarbij de wijk opgehoogd wordt en de riolering vervangen wordt. En ook nog een aantal andere zaken gedaan worden. En wij willen daar heel graag bij aansluiten. Dus eigenlijk is dat een van de redenen waarom we in Pijnacker-Noordhoop in onze gemeente nu bezig zijn met een project in Klapwijk. Om het daar mogelijk te maken voor de bewoners om aardgasvrij te worden. Dat doen we dus in Klapwijk omdat klimaatbestendig daar ook bezig is.
Dat was voor ons ook een reden om een rijkssubsidie aan te vragen. 2 jaar geleden hebben we een aanvraag ingediend als gemeente om te helpen om een project mogelijk te maken. Die subsidie is toegekend en dat heeft ons de mogelijkheid gegeven om een project te starten en op zoek te gaan naar partners om dat samen mee te doen. Want wij kunnen als gemeente natuurlijk heel veel dingen doen. Maar er zijn ook een hele hoop zaken die we het liefst met partners oppakken. En ja, het aanleggen van het warmtenet is typisch zoiets wat wij als gemeente niet zelf kunnen en willen doen. Maar wij hebben daar een partner voor gevonden in de vorm van HVC. En daar zal straks Erik natuurlijk uitgebreid over vertellen wie HVC is. Wij zijn heel blij met de samenwerking met hen. HVC is een publiek bedrijf waar wij als gemeente samen met onze buurgemeentes ook aandeelhouder van zijn. Ja, wij zijn heel blij met de samenwerking tot nu toe. Warm Klapwijk is ook al even genoemd, is de bewonersbelangenvereniging waar we veel contact mee hebben, die ons veel vragen stellen, soms ook hele kritische vragen natuurlijk, om ons scherp te houden. Dat zult u verderop in de presentatie zien. Ik wil u ook nogmaals hartelijk welkom heten, ook voor vanavond, en gebruik deze avond ook zoveel mogelijk om u te laten informeren, want wij realiseren ons heel erg, wij zijn al een tijd bezig met dit project, wij zijn er heel enthousiast over, maar het is niet niks. En of u meedoet of niet, is ook echt de keuze van elke individuele bewoner van de wijk. Dus u mag de keuze gaan maken om aan te sluiten en wij snappen dat het daarvoor nodig is om u echt te verdiepen en u goed te laten informeren. En vanavond is een van de manieren waarop dat kan. Dus ik wil u uitnodigen om ook echt van die mogelijkheid gebruik te maken en ons vragen te stellen. Verder goed te luisteren. En dan zullen wij proberen zoveel mogelijk van uw vragen te beantwoorden. En ik wens u verder een hele informatieve en fijne avond. En dan geef ik het woord door aan Erik Schuurmans van AVC. Ah, Gerbjan, dankjewel. Goed, zoals Gerbjan al aankondigde en Henk-Jan, mijn naam is Erik Schuurmans. Ik werk bij HVC als projectleider. Ik ga u vandaag twee dingen vertellen. Het eerste wat ik u ga vertellen gaat over HVC. Dus wie zijn wij? Wat doet HVC? En vervolgens zal ik u wat vertellen over het warmtenet. Dus hoe werkt dat? Wat gaat u merken? Wat kunt u verwachten? Dus om maar meteen met het eerste te beginnen. Wie zijn HVC? HVC is een publiek bedrijf, zoals Gerbjan al eventjes heel kort noemde. Maar wat dat betekent, is dat alle aandeelhouders van HVC publieke organisaties zijn. En in ons geval zijn dat 8 waterschappen en 51 gemeenten. En van die 51 gemeenten is gemeente Pijnacker-Nootdorp er eentje. We zijn in 1991 ontstaan als afvalverwerker. Maar in de loop der tijd hebben we juist expertise opgedaan op het gebied van duurzame energie en warmtenetten. Een kleine 5 jaar geleden hebben onze aandeelhouders HVC gevraagd om als kerntaak te nemen het ondersteunen in de transitie van het gas los. En dat is ook een van de redenen dat wij hier nu zijn vandaag en bij u in de wijk. Goed, waar is HVC nou allemaal actief? Op het plaatje kunt u zien het aandeelhoudersgebied van HVC. De roze vlekken, dat zijn de aandeelhoudende gemeenten van HVC. Nou, u kunt zien dat die geclusterd zijn rondom Noord-Holland, Flevoland en Zuid-Holland. En de bolletjes die u ziet, dat zijn de plekken waar HVC momenteel warmteactiviteiten heeft. We hebben grote warmtenetten in regio Alkmaar, regio Dordrecht en in het Westland. En we zijn juist ook nieuwe warmtenetten aan het starten. In bijvoorbeeld Gorinchem, Hoorn, Den Helder en uiteindelijk hopelijk ook in Pijnacker-Nootdorp. Dit kunnen we niet alleen. Dus HVC gelooft er heilig in dat we dit alleen maar samen op kunnen lossen, de transitie van het gas los. En werken daarom ook nauw samen met, niet alleen met de gemeente in dit geval, maar ook met u als bewoners. Dus we zien dit echt als een pad die wij met z'n allen gaan bewandelen de komende maanden. Goed, een warmtenet. Wat is dat nou? Hoe werkt dat nou? Dat ga ik u kort proberen uit te leggen. Dus wat u ziet op het plaatje is een schematische weergave van een warmtenet. En er zijn eigenlijk 3 belangrijke componenten. Het eerste is aan de linkerkant de warmtebron. Dat is een bron die warm water opwarmt.
En dat vervolgens wordt dat met een warmtenet verspreid naar de woningen. Er komt dus vervolgens bij de woning aan en dan wordt het afgeleverd aan de woning. Dat is de bron, het warmtenet en de warmtelevering. Dat zijn eigenlijk de drie belangrijke componenten van een warmtenet. En ik zal bij elk van die componenten even individueel stil gaan staan. Dus als eerste de warmtebron. Als eerste is het leuk om te vertellen dat in de gemeente Pijnakker-Nooddorp er veel potentiële bronnen zijn om aan te sluiten op het warmtenet. Zo hebben we bijvoorbeeld al 2 geothermiebronnen operationeel in de gemeente. En deze beide geothermiebronnen hebben restcapaciteit over. Dus de kans is zeer groot dat we deze restcapaciteit kunnen gaan gebruiken om uiteindelijk Klapwijk van duurzame warmte te voorzien. Maar ook zijn er genoeg mogelijkheden, andere bronmogelijkheden. Zo komt bijvoorbeeld waarschijnlijk de warmtelink langs gemeente Pijnakker-Nooddorp. Dat is een restwarmteleiding met restwarmte vanuit de Rotterdamse haven. En dat zal ook een mogelijke bron zijn om uiteindelijk aan te takken op het warmtenet van Pijnakker-Nooddorp. Wat wel het eerlijke verhaal is en belangrijk om te vertellen, is dat totdat de duurzame bron is aangekoppeld op het warmtenet in Klapwijk, zal het eerst nog de eerste jaren verwarmd worden met een gasgestookte tijdelijke warmtevoorziening. Nou goed, wat doet de bron? Elk van de bronnen die potentieel aan kunnen sluiten op het warmtenet verwarmen warm water tot een graad of 85 en dat wordt dan vervolgens met het warmtenet naar de woningen gebracht. Nou, u ziet op het plaatje een voorbeeld van hoe dat eruit kan zien. In uw geval zullen er 2 leidingen door de straat lopen, niet 4 zoals op dit plaatje. Maar u ziet, het heeft best wel een impact in de straat. Gelukkig kunnen we met het aanleggen van het warmtenet aansluiten op klimaatbestendige Klapwijk. En op die manier wordt de overlast voor u zoveel mogelijk beperkt. Warm water van de bron zal met dit warmtenet dus, het ondergronds leidingstelsel, naar de woningen vervoerd worden. En uiteindelijk zal het warme water met 70 graden bij de woning aankomen. Bij de woning wordt vervolgens het warmte afgenomen en uiteindelijk gaat er koud water van 40 graden gaat weer terug naar de duurzame bron. En dat wordt hier weer opgewarmd om te kunnen gebruiken om uw woning weer te verwarmen. En zo gaat het cirkeltje steeds rond. Er is gekozen voor een net van 70 graden. Omdat dit een goede balans is voor aan enerzijds duurzame bronnen, welke zeer geschikt zijn om warmte op deze temperatuur te krijgen. En anderzijds is 70 graden ook het niveau waarbij er relatief weinig aanpassingen aan uw woning nodig zijn om deze geschikt te maken om te verwarmen met 70 graden. Goed, dan komt het warme water bij uw woning terecht. En dat komt dan binnen bij een afleverset. En u ziet hier een plaatje daarvan. Dat is eigenlijk een kast, 60 centimeter, breed ongeveer, wat in bijna alle gevallen in Klapwijk in de meterkast geplaatst kan worden. Hier komen de 2 warmteleidingen vanuit het warmtenet binnen. En met een warmtewisselaar wordt de warmte vervolgens overgegeven van het warmtenet naar uw woning. En vervolgens zijn er een aantal aanpassingen nodig in uw woning. Om dat dan ook van deze warmte afleverset daadwerkelijk in uw inpandig leidingwerk te krijgen. Maar daar zal straks Paul Leguit van Toekomstgroep u wat meer over vertellen en wat het dan betekent voor uw woning specifiek. Op het moment dat de warmteset is aangesloten, werkt het eigenlijk op een hele vergelijkbare manier als bij de cv-ketel. U heeft nog steeds een thermostaat die u waar u aan kan draaien, wat gewoon de temperatuur in uw woning bepaalt. En dat is eigenlijk hetzelfde als nu met cv-ketel het geval is. U kunt kranen of radiatoren nog steeds aan- en uitzetten, zoals u nu ook gewend bent. Goed, dan nog eventjes samenvattend wat voor- en nadelen van het warmtenet op een rijtje. Allereerst de voordelen. Zoals net ook al even is aangekaart door Gerber-Jan. Het warmtenet heeft voor de wijk Klapwijk de laagste maatschappelijke kosten van alle aardgasvrije mogelijke opties die zijn bekeken. Vandaar dat we hier nu ook starten met het proberen te uitrollen van het warmtenet. Op het moment dat het is gerealiseerd is het zeer gemakkelijk in gebruik en onderhoud.
En is het ook veiliger dan een gasaansluiting? Er is namelijk geen open gas en open vuur meer in uw woning. Er wordt gebruik gemaakt van lokale warmte. Dus we zijn minder afhankelijk van warmte van, of van energie van buiten Nederland. En het is een hele mooie stap naar een aardgasvrije toekomst van de gemeente. Goed, mocht u ervoor kiezen om mee te gaan met het aanbod, dan zit u vast aan, aan HVC. HVC is een publiek bedrijf zonder winstoogmerk. En dat kan een reden zijn voor u om juist wel of juist niet mee te gaan. Want het feit dat u aan HVC vastzit is ook meteen een groot nadeel van een warmtenet. U kunt namelijk uw warmteleverancier niet meer kiezen. Dus momenteel heeft u een gascontract. Daarbij kunt u een leverancier kiezen, dus bijvoorbeeld Eneco, Vattenfall, Green Choice. Straks heeft u die keuze niet meer. En krijgt u dus altijd warmte van HVC. Verder kunnen we alleen het warmtenet realiseren op het moment dat we ook de 50% deelname halen. En dat is natuurlijk ook een nadeel van het warmtenet. Het is een collectief systeem en het werkt ook voor het collectief. En dat kan niet werken voor een paar losse individuele personen die aan willen sluiten. Goed, ik noemde het net al even kort. Maar het overstappen op het warmtenet, dat vergt ook aanpassing aan uw woning. En wat er dan allemaal nodig is, dat verschilt heel erg per woning. En daar ga ik nu Paul Leguit het woord voor geven van Toekomstgroep. En die gaat u wat meer vertellen over wat u dan precies kunt verwachten in uw woning. Goedenavond, ik ben Paul Leguit, bedrijfsleider bij Toekomstgroep. Wij als Toekomstgroep zullen in de woning de werkzaamheden uit gaan voeren om de installaties aan te passen. En ik wilde u even meenemen in het verhaal. Als het goed is, heeft u net gehoord wat er buiten uw woning allemaal gaat gebeuren. De straat open gaat, leidingen erin. En op de dag van de uitvoering in uw woning zullen op de begane grond in de meterkast sparingen geboord worden. In de meterkast zal dan de gasmeter verwijderd worden. Op de plek van de gasmeter zal de stadsverwarmingsunit, de warmteafgifteunit, geplaatst worden. En nog andere werkzaamheden in de woning. En wat er in ieder geval in uw woning gaat gebeuren, is het inregelen van de installatie. En voor het inregelen van de installatie zullen wij de radiatorkranen vervangen. In geval van radiatoren. Mocht u vloerverwarming hebben op de begane grond, dan gaan wij de vloerverwarmingsverdeler vervangen en daarvoor een inregelventiel plaatsen. Maar voordat we kunnen inregelen, zullen we de installatieaanpassingen doen. De stadsverwarmingsunit komt zoals gezegd, warmteafgifteunit komt zoals gezegd in de meterkast. Vanuit de meterkast gaan wij een leidingtracé in de kruipruimte maken. Naar de dichtstbijzijnde radiator, meestal zal dat de halradiator zijn. Op zolder halen we de cv-ketel weg, passen het leidingwerk aan van de cv, halen we de waterleidingen weg, zodat ze niet meer dode stukken zijn. Dus we maken het weer stromend. Dat geldt zowel voor het koud water als het warm water. Dan is de cv-ketel weg. Dan is de stadswarmteunit, warmteafgifteunit, in de begane grond geplaatst in de meterkast. Passen we koud water, sluiten we aan op het koud water in de meterkast zelf. Het warm water brengen we onderlangs door de kruipruimte heen naar de aansluiting van de keuken en de badkamer. Dat doen we allemaal in de kruipruimte van de begane grond. En daar hebben we één dag werk aan. Dus 's morgens gaat de cv-ketel uit uw woning, gaat de gas meter uit uw woning, wordt de stadsverwarmingsunit geplaatst, doen we alle aanpassingen in de woning en we eindigen dan aan het eind van de dag met het inregelen van de installatie. Dus 's morgens kookt u nog op gas en heeft u warmte en warm tapwater van uw cv-ketel en in de avond kookt u op inductie en heeft u warmte en warm tapwater van uw warmteafgifteunit. Ik gaf het al even aan. Het gedeelte koken. Mocht u al elektrisch koken, zullen wij daar niets aan veranderen. Mocht u niet elektrisch koken, dan heeft u nog voldoende mogelijkheid om daar het komende jaar iets aan te gaan doen. Dus u kunt zelf al stappen maken in uw woning door wellicht de groepenkast te vervangen, of
de groepen aan te passen door middel van een extra groep aan te brengen, een kabel naar uw keuken te maken onder de kruipruimte door, de gasleiding weg te halen naar uw kooktoestel weghalen, inductiekooktoestel plaatsen. En zo kunt u al ter voorbereiding op de aanpassingen in de woning naar stadswarmte toe dit voorbereiden. Mocht u zeggen van dat doen wij op de dag zelf en dat laten we de toekomstgroep doen, dat kan uiteraard ook. Wij komen graag bij u langs voor een woningopname om met u te bespreken wat wij voor u kunnen betekenen. Dus wij zouden ook radiatoren kunnen verzwaren indien de radiatoren niet voldoen, maar wellicht dat u uw cv-ketel al op een lagere temperatuur heeft ingesteld. Wellicht al op 60 graden of op 50 graden. En heeft u nu de ervaring dat dat prima werkt? Als dat zo is, hoeven we waarschijnlijk niet uw radiatoren te vergroten. Als het niet zo is, dan kunnen wij een transmissieberekening maken en u adviseren welke radiatoren wel of niet te vervangen. En wij kunnen ook, zoals gezegd, uw groepenkast aanpassen of vervangen, uitbreiden ter voorbereiding op elektrisch koken. Dit was het verhaal om op één dag over te gaan van gas op stadswarmte en van gas op elektrisch koken. En wij willen daar graag voor een keukentafelgesprek bij u langskomen voor verder advies. Ik bedank u voor uw aandacht en zie u graag in de toekomst. Dankjewel Paul voor jouw toelichting. Nu weet u hopelijk wat meer over de techniek. En nu gaan we naar het volgende onderwerp. Hoe gaan we het met elkaar voor elkaar krijgen? Want alleen samen gaat het ons lukken. Hè, waarom? Omdat dit is een collectief warmtenet. En dat betekent dat we ook collectief erachter moeten staan. Ik wil niet zeggen dat we 100% van de woning mee moeten nemen, maar wat ik al eerder zei, 50% van de woning moet meedoen en dan gaat het ons lukken. En wat gaat u dan de komende periode van ons merken? Nou, ik zal eerst iets vertellen over het gebied, de fase A. U heeft al in de warmtenetkrant kunnen lezen. Nou, u ziet hier op dit overzicht, ziet u Klapwijk. En u ziet de stipjes en in een van die stipjes woont u. Hè? De straten waar het om gaat staan aan de rechterkant. In totaal 282 woningen. Bouwjaar vanaf 1989 tot 1994. En uw energielabel varieert van A tot met D. Dit label is waarschijnlijk van een paar jaar geleden, dus ik sluit niet uit dat veel mensen die toen nog op C zaten inmiddels wat hoger zitten. En mocht u diegene zijn die op D zit, dan zou ik overwegen om toch eens te kijken of u nog wat kan doen in uw woning. Want duurzaamheidsmaatregelen nemen, verduurzamen, isoleren, het rendeert altijd. Goed, dan ons aanbod. Nou, dat heeft u ook kunnen lezen en ik ga het toelichten. Wij maken een onderscheid tussen de, wat we noemen de vaste aansluitkosten. Dat is de bijdrage die nodig is om het warmtenet in de wijk aan te leggen. En vervolgens zijn er een aantal kosten die te maken hebben met de aanleg in uw woning. En die hebben we opgesplitst in twee componenten. De eerste component zijn een basisaanbod wat voor elke woning van toepassing is. En daarnaast hebben we een variabel aanbod en dat is afhankelijk van de situatie in uw woning. Kookt u al op inductie of nog niet? Wilt u een verzwaring van uw meterkast? Dat zijn variabelen die bepalen wat de extra kosten gaan worden. Dat hebben we aan de hand van een aantal voorbeelden gedaan. Wat u hier ziet is het basisaanbod. Dat is €1.999. Dat is eigenlijk alles om tot in de woning aan te leggen. In feite is dat iets duurder. Hè? Dat is best wel duurder, dat is €5.324. Maar u komt in aanmerking voor de zogenoemde
ISDE-subsidie. Dat is een subsidie die de overheid verstrekt op het moment dat u van het gas afgaat. Die is 3325, dus per saldo komt u uit op die 1999. Nou, en daarbovenop komen dan de activiteiten die in de woning plaatsvindt. En daar hebben we een basisvariant die tussen de 3500 en 4000 euro schommelt. En afhankelijk van wat u doet, kan dat oplopen. En hier zitten twee voorbeelden waarbij de minimumvariant ongeveer 5500 euro is. En de wat uitgebreide variant gaat naar de 8000 euro. Aan de hand van een volgend voorbeeld zal ik dat nog nader toelichten. U moet zich zo voorstellen, wij gaan zo meteen keukentafelgesprekken met u houden. Althans, als u daar behoefte aan heeft. U kunt die trouwens aanvragen via onze website. We hebben een interesseformulier. Ik zou zeggen, meld u aan en wij komen bij u langs. Wat gaat er dan gebeuren? Dan gaan wij in uw woning kijken wat er moet gaan gebeuren. Dat heeft Paul net allemaal toegelicht. En stel je voor dat u zegt, nou, ik heb bijvoorbeeld radiatoren. Ik kook al elektrisch. Dan moet de cv-keten wordt uiteraard verwijderd, want u krijgt een warmteset. Voor het reguleren heeft u een nieuwe radiatorkralen nodig. Nou, in dat geval zouden de extra kosten, en het is misschien niet helemaal goed te lezen op het scherm, maar die zouden uitkomen op 3837 euro. Dus daar komt nog die 2000 euro bovenop, dus dan bent u voor 5837 bent u klaar. Het is een voorbeeld, geef ik nogmaals toe, nogmaals aan. Tijdens het keukentafelgesprek gaan we specifiek op uw woning. Er zijn ook woningen, maar dan zit je echt aan de bovenkant. Die zeggen, joh, ik heb vloerverwarming en radiatoren boven. Ik kook toch op gas. Dus ik moet een inductiekookplaat. Misschien wil ik wel een pannenset. Misschien moet er wel een rookgasafvoer van de cv-keten worden dichtgemaakt. Er moet een speciale, wat we noemen een Perilex aansluiting in de keuken. Dat is een speciaal stekker is dat naar de keuken. Dus er komen best wel wat dingen bij kijken. En ik wil ook een inbouw inductiekookplaat. Stel je voor dat je dat allemaal wil. En dan zit je echt wel aan de bovenkant. Dan ben je per saldo los van die 2000 euro aan. Ben je nog een keer 7145. Nou, dit is maar een voorbeeld wat ik al aangaf. Tijdens het keukentaalgesprek zullen we dit nader met u gaan bepalen. Maar dan hebben we het alleen over de vaste kosten. Kijk, uiteindelijk betaalt u op jaarbasis gewoon prijs voor warmte net zo goed als dat u betaalt nu ook kosten voor gas. Gas wordt uitgedrukt in kubieke meter gas, dat weet u. Warmte wordt uitgedrukt in gigajoule. En er is een vaste omrekenfactor van kubieke meter gas naar gigajoule. Dan praat je inderdaad over wat hier staat, de periodieke kosten. Die periodieke kosten bestaan uit twee componenten. Dat zijn de jaarlijkse vastrechtkosten. Dan moet u denken aan vastrecht en meetkosten. Die betaalt u nu ook bij uw gasketel. En u betaalt huur voor de set. Als u dit wil vergelijken met uw huidige situatie, dan zou u in de huidige situatie ook moeten kijken wat zijn de afschrijvingskosten van mijn cv-ketel. Want bij uw cv-ketel moet u om de 15 jaar weer een nieuwe ketel hebben. Dat is hier niet aan de orde. U betaalt een vast bedrag per jaar voor de huur. En waarschijnlijk wordt die na verloop van tijd, heeft een gemiddelde levensduur van 15 jaar, wordt de warmteset vervangen. En daar zijn geen kosten aan verbonden, want dat zit namelijk in de huur van de set. Dat zijn de vaste kosten op jaarbasis. Wilt u eens weten over wat dat kost? De tarieven staan bij ons op de website. Daarnaast betaalt u variabele kosten. Hè? Dit is afhankelijk van uw gebruik. Gebruikt u niks of heel weinig, nou, dan betaalt u ook niks of heel weinig. Gebruikt u veel warmte, ja, dan lopen de kosten op. En hoe werkt dat? Dat wil ik doen aan de hand van een voorbeeld waarbij ik toch wel even wil aangeven dat die tarieven, die liggen vast. En dat is opgesloten in de warmtewet. Want ja, als u eenmaal kiest voor een warmtenetaansluiting, dan kunt u niet meer kiezen voor een andere leverancier. Zoals nu kunt u nog kiezen voor de ene gasleverancier of de aanbieder van gas. Hè? Of het nou Eneco is of Vattenfall of Green Choice. U kunt eigenlijk, als u een contract van een jaar heeft, kunt u naar switchen. Bij warmte zit je aan het warmtenet vast.
Daarvan heeft de overheid gezegd, wij stimuleren het gebruik van warmtenetten, maar we willen ook de bewoners beschermen. En dat doen ze om door de tarieven te reguleren. U ziet hier een plaatje van Wikipedia. En dat doen ze aan de hand van het niet meer dan anders principe. Dat is een bekend principe in de warmtewet. Oftewel, de prijs van warmte wordt elk jaar vastgelegd. Dat gebeurt eind van het jaar, voor de periode van het komend jaar. Die prijs is lager dan het gemiddelde van de, 15 leveranciers van gas voor dat jaar. Die prijs blijft het hele jaar constant. En vervolgens, aan het eind van het jaar daarop, wordt die weer bepaald. En over het algemeen, als u de komende 15, 20 jaar kijkt, dan zult u zien dat die niet duurder uit bent dan gas. Dat kun je ook wel zien aan dit plaatje, waarbij we de tarieven van HVC hebben uitgeplot over een aantal jaren. De ACM heeft een bepaald tarief, wat ik al aangaf. En HVC blijft daar nog eens een keer 5% onder. Dus u betaalt altijd minder dan met maximale tarief wat de overheid, de ACM, vastlegt. Je ziet 2023 was natuurlijk een bizar jaar in verband met de oorlog in Oekraïne. Je ziet inmiddels dat de gasprijs alweer wat gereguleerd is. We hebben in 2023 dat prijsplafond. Het maakt het eigenlijk best wel onvoorzichtig op dit moment. Dus u kunt best vergelijken met de prijzen van voor dit jaar. Hoe de prijsontwikkeling is van de komende jaren, dat weten we niet. Dat is in een glazen bol kijken en dat is altijd lastig. Maar we weten wel dat in 2025 komt er waarschijnlijk een nieuwe warmtewet. De streefdatum is nu 1 januari 2025. Waarschijnlijk zal dan de koppeling met gas worden losgelaten. Stel je voor dat we zometeen gebruik gaan maken van geothermie, wat Erik al heeft toegelicht. Ja, dan ben je helemaal niet meer afhankelijk van gas. En nu is die warmteprijs nog gekoppeld aan gas. Niemand vindt het een prettige situatie. Ook de ACM die zegt, doe dat nou, koppel het los. Nou, dat wordt in de nieuwe warmtewet uitgelegd. En de overheid vindt het ook belangrijk om warmte te stimuleren. Dus die zal ook alles aan doen dat zij die prijzen gewoon scherp houden. Dat even over de tarieven. Ik heb net al even benoemd wat gaat er gebeuren. Nou, dat keukentafelgesprek is heel belangrijk, want tijdens het keukentafelgesprek gaan we uw woning technisch beoordelen. We nemen u als het ware aan de hand mee en aan het eind van het gesprek heeft u een kostenindicatie wat gaat betekenen. Vervolgens krijgt u een week of twee weken later krijgt u voor ons een aanbod. Kunt u dan een ja op zeggen of nee op zeggen. Of u heeft nog wat vragen, nou prima, dan kunt u die uiteraard aan ons stellen. Die afspraken, er zijn er inmiddels al een stuk of 50 in de maak. Dus het loopt enorm storm. We zien echt veel betrokkenheid, daar zijn we erg blij mee. In principe zijn die tussen woensdag en vrijdag, die afspraken. U wordt daarover gebeld als u het formulier invult. Mocht nou blijken dat die data die uitkomen, laat even weten. Dan gaan we waarschijnlijk in juni of misschien al begin juli, even afhankelijk van wat ik kan, nog een aantal andere blokken organiseren. Maar u komt aan de beurt. Daarnaast organiseren we in de ontmoetingskerk op woensdag van 3 tot 7 nog een inloopspreekuur. Dat is als u nog aanvullende vragen wil stellen. Dan zit er altijd iemand vanuit HVC of vanuit de gemeente die u het woord kan staan. Wij zorgen wel voor de koffie en wij zijn klaar om u te antwoorden. Goed, dan even over de fasering en de aanleg. Want ik zei al van 50% moet meedoen. Hoe werkt dat dan precies? We merken dat de beslissing om over te gaan tot de warmtenet is geen makkelijke of een simpele beslissing. Wij adviseren u om goed te laten informeren. Ook naar alternatieven. Als u zegt, ja, misschien dat een warmtepomp toch interessant is. Nou, ga vooral een offerte aanvragen. Ga met Warmklapwijk het gesprek aan, want zij hebben er ook voor doorgeleerd. Ze hebben een goed zicht op wat wel of niet haalbaar is. In ieder geval deze periode van mei tot en met oktober nemen we die tijd. Kijk, op het moment dat iedereen voor de zomervakantie dat gesprek heeft gehad, dan kunt u in alle rust op de camping of waar dan ook eens nadenken wat u wil. In de maand oktober maken we de balans op. Als dan die 5% heeft getekend, nou, dan gaat
bij u de vlag in de top en bij ons gaat de schop de grond in. Dat wil zeggen, dan hebben we nog een paar maanden nodig, want we beginnen met de aanleg begin 2024. Maar vanaf de tweede helft 2024, samen met klimaatbestendige Kladwijk, gaan wij beginnen met de aanleg en zijn de eerste woningen aangesloten. Dus dat is een vrij korte periode. Een hele stortvloed informatie. We zien de vragen ook langskomen. We gaan zo meteen allerlei vragen met u beantwoorden. En ja, misschien twijfelt u nog. Nou, daar kunnen we ons alles bij voorstellen. Want ja, waarom zou ik nu nog niet beslissen? Nou, voor de duidelijkheid, neem de tijd. U hoeft nog niks te doen, maar denk er wel over na. Ja, ik wil niet afhankelijk zijn van een monopolist. Hè, die vraag krijg je te horen. Ik heb nu toch ook keuzevrijheid tussen een aantal gasleveranciers. Dat is waar. Maar als die gasprijs, die is ook gemiddeld. Dus eigenlijk maakt dat veelal ook niet zo heel veel uit door de jaren heen. Maar niet onbelangrijk. Hè? We begrijpen deze redenering, maar weet één ding, dat de ACM, die controleert die prijzen. En volgens dat niet meer dan anders principe, bent u niet duurder uit dan gas. Ja, misschien zeg je, joh, ik wacht nog wel even, ik sluit later aan. Dat kan, maar om de straat dan weer open te maken, dat kost minimaal 2000 euro extra. Dus dat is een overweging, die kunt u, als u zegt, ja, dat vind ik prima, ja, dat kan, maar het is niet alleen extra geld overlast. En misschien zijn tegen die tijd ook wel de materialen en tarieven om in uw huis aan de slag te gaan, zijn misschien ook wat duurder. Oftewel, u kunt nu meegaan op deze rijdende trein. En het is prima om later aan te sluiten als u zegt, nou, ik accepteer dan de financiële consequenties. Ja, dan is dat is helemaal prima. Maar goed, het is een overweging die u mee kan nemen. Eens even kijken. Dan hebben we nog een aantal andere zaken. Ik ga binnen 2 jaar verhuizen. Ja, we hebben ook best wel veel mensen die mee hebben gekregen. Ja, ik ben al op leeftijd, joh, moet ik dit nog wel doen? Nou, begrijpen we, hè? Maar weet één ding, makelaars zijn in de regel gek op huizen die al verduurzaamd zijn. En dat heeft alles mee te maken dat tot een paar jaar geleden, als iemand een nieuw huis kocht, dan het eerste wat hij ging doen was en een nieuwe badkamer en een nieuwe keuken. Het eerste wat men tegenwoordig doet, is men gaat verduurzamen. Dus, want men kijkt heel plat ook naar die energierekening. En dat was een paar jaar geleden nog helemaal geen issue. Maar vandaag de dag, en dat weet u als geen ander, wel. Kortom, het zou best wel interessant kunnen zijn om mee te nemen van, goh, ik ga dat uw huis wat couranter maakt. Ja, en misschien zegt ze wel, ja joh, ik geloof het dan wel en ik ga toch voor de individuele warmtepomp. Nou, dat kan een prima, interessant alternatief zijn. Ik zou zeggen, laat u goed informeren, maar kijk wel even naar de kosten die dat met zich meebrengt. Want misschien dat u dan wel andere radiatoren in uw huis moet nemen. Misschien dat u extra zonnepanelen moet nemen, omdat ook de energieprijs behoorlijk omhoog gaat. U zult om de 15 jaar een nieuwe warmtepomp moeten nemen met behoorlijke investeringen. En die investering moet u ook uitsmeren en afschrijven over een aantal jaren. Allemaal prima. En als u dat rekensommetje maakt, dan zal uiteindelijk blijken wat voor de keuze is. Maar en wacht ook niet te lang met het vragen van een aantal offertes bij die warmtepompleveranciers. Want voor je het weet, dan ben je 3-4 maanden verder. Wij nemen eind oktober nemen we de balans op. Hè? En als u nu een offerte aanvraagt, dan heeft u vroegtijdig kunt u die keuze voor uzelf maken. Nou, dat even wat inhoudelijke dingen dan. Wat we noemen de campagnemiddelen. Wat gaat u van ons merken de komende periode? Nou, u heeft al de warmtekrant van ons ontvangen. De gemeente heeft overigens ook al een nieuwsbrief een paar weken geleden naar alle bewoners gestuurd. Dus niet alleen de mensen in fase A, maar ook de rest van Kladwijk. We hebben informatieavonden gehad. 2 fysiek gisteren in de kerk en vandaag staan we hier. Wat ik al zei, heel veel vragen, heel veel reacties en heel veel leeft. U zult via de website en social media ons vinden. We gaan de gesprekken met u aan. We hebben het inloopspreekuur in de wijk. Maar we gaan ook, u krijgt van ons om de 2-3 weken krijgt u volgens nieuwsbrief met de laatste stand van zaken. We zullen ook bijhouden wat de stand is. Hè, het aantal inschrijvingen gaan we meenemen. Ja, en om toch een beetje mensen te stimuleren, hebben we afgesproken dat iedereen die zich inschrijft krijgt een vlaggetje van ons in de tuin.
Niet iedereen was daar gisteren of eergisteren heel enthousiast over, maar geloof me, dat werkt uitermate aanstekelijk, want we zullen die 50% met elkaar moeten halen. En gebleken is dat zo'n vlaggetje best wel tot iets leidt. Nou goed, of dat hier ook zo gaat worden, dat gaan we zien. Kijk, en we hebben maar één belangrijk doel. En dat is dat u duidelijkheid heeft. Duidelijkheid over, wanneer ben ik aan de beurt? Wat betekent het voor mijn woning, dit hele mooie initiatief? Wat komt er mee meer bij kijken? Want misschien zegt u wel van, ja, ik vind het prima, maar aanvullend wil ik nog een aantal andere maatregelen nemen. Kijk daar goed naar. Het is misschien goed voor de planeet, een warmtenet, maar het moet ook goed zijn voor de portemonnee, want uiteindelijk is dat voor u ook wel belangrijk. En wat ga ik doen als ik niet in de startfase woon? Dat is misschien wat minder voor u relevant, want u woont waarschijnlijk erin, maar voor andere mensen die we gisteren hebben gehad, is dat wel van belang. En wat is het tweede doel? Ja, want daar zijn we dan wel van. We willen wel voldoende inschrijvingen, want die 50% moeten we wel halen. Overigens, de huurwoningen, we zijn in gesprek met de woningcorporatie om te kijken of die ook meedoen. En we hopen dat binnenkort dat daar ook een positief resultaat uit komt. Maar goed, dat laten we nog even op zich wachten. Dan geef ik nu graag het woord aan Wopke van Os van Warm Klapwijk. Goedenavond allemaal. Mijn naam is Wopke van Os, een van de medeoprichters van de belangenvereniging Warm Klapwijk. Ik woon in Klapwijk. Samen met de andere bestuursleden wonen we alle acht in Klapwijk. Dus we zijn bestuur van acht. Ongeveer een jaar of twee, drie terug waren we allemaal aanwezig bij de informatiesessies van de gemeente over hun plannen voor een warmtenet op onze wijk. En op zeker moment hebben we besloten, we gaan ons verenigen als echte vereniging, belangenbehartigingsvereniging. En we hebben in die tijd een aantal criteria opgesteld. We willen de belangen behartigen van de bewoners van Klapwijk richting gemeente, inmiddels ook HVC, een toekomstgroep. Want dat zijn inmiddels de partijen waar wij bij te maken gaan krijgen. We wilden een duurzame oplossing, betaalbaar, betrouwbaar, continu, veilig, maar vooral groen en betaalbaar zijn de twee belangrijkste, heb ik inmiddels geleerd. We hebben inmiddels dus acht bestuursleden, bijna 250 leden van woningen in Klapwijk en dat groeit redelijk rap. We hebben inmiddels twee keer een informatieavond gehouden voor onze leden om tekst en uitleg te geven van de techniek, de financiën, hoe gaat het eruit zien, wat betekent het voor mijn woning, is het een goede oplossing of zijn er alternatieven. En dat zijn best leuke informatieavonden. Dus schrijf je in www.warmklapwijk.nl. Dan kom je in onze mailbox terecht en dan krijg je uitnodiging voor de volgende informatieavonden. Dankjewel voor jullie tijd.